Ja, en dan valt die hele goede gemeente, ja, die vallen gewoon dwars zo over Freek de Jonge heen. Ja, Freek de Jonge die gaat naar het concert van de Rolling Stones. Die zit in de arena, die ziet daar iemand in een bed liggen. Hij weet natuurlijk waarschijnlijk wel dat die man terminaal is, want er is tot vervelend toe over geschreven in de kranten. Nou, in ieder geval, hij maakt er een foto van. En hij doet iets gewoon met weet je wel, het is gewoon zo'n uitdrukking. En daar maakt hij dan een grapje over van, goh, die meneer die heeft geen zin om voor de Stones uit zijn bed te komen. En dat schrijft hij dan op Twitter. En dan is er weer die collectieve verontwaardiging. Het is ook die plaatsvervangende verontwaardiging voor die patiënt. Want, en zijn familie, want misschien hebben die patiënt, als die hem zou horen, die grap, zou die patiënt misschien wel denken van, ah, dat vind ik wel, dat is eigenlijk wel geestig, dat is eigenlijk wel lollig. Kijk, Freek de Jonge snapt ook wel, en die weet ook heus wel, dit is niet zijn allerbeste grap. Nee, Freek heeft ze wel heel veel beter gemaakt. Maar goed, in een onbewaakt moment kan een komiek ook wel eens een keertje mediocre zijn. En dat was er aan de hand hier met Freek de Jonge. Maar nu wordt hij van alles beschuldigd en gaat maar door en het houdt niet op. Schandalig gewoon. Vrienden, hey, hou daar in godsnaam mee op. Het is die truttigheid in Nederland weer. Niks kan gezegd worden. Er kan geen grapje meer gemaakt worden. Kom op even zeg. Laat Freek met rust.